25 september opent de Schouwburg haar deuren voor het publiek dat de spannende finale van het Liedjesfestival wil meemaken. Wie van de deelnemers gaat er winnen? Het belooft weer een waar spektakel te worden, dus ben erbij. Ter nagedachtenis aan de in Afghanistan om het leven gekomen commando Kevin van der Rijt wordt voor de tweede keer een wandeltocht gehouden. De wandeltocht van 70 kilometer gaat van Oosterbeek via Nijmegen en Overloon naar Venraai en verwacht wordt dat de 75 deelnemers op vrijdag 6 september omstreeks 4 uur op het Schouwburgplein aankomen om daar en aansluitend om 5 uur op het Kevin van der Rijtplantsoen een herdenking bij te wonen. De organisatie nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn. De Raadselige Roos is een schrijfwedstrijd die gehouden wordt hier in Venraai, maar die bestemd is voor heel Nederland en Nederlandstalig België. Maar wij willen met name een oproep doen voor Venraai en de hele regio Peel en Maas. Het thema van dit jaar is bevrijd. De gedichten en verhalen hoeven niet over de oorlog te gaan. Ze kunnen in algemeen gaan over bevrijd. Op 19 januari is de prijsuitreiking hier in de Schouwburg in Venraai. Daar komen dus alle mensen die genomineerd zijn, hebben een uitnodiging. Maar iedereen in Venraai die graag naar de prijsuitreiking wil komen, is van harte welkom. We hebben een vakjury voor gedichten, we hebben een vakjury voor de verhalen en we hebben een publieksjury. De sluitingsdatum is 1 oktober en je mag vanaf nu inzenden en tot de laatste minuut voor 1 oktober mag er ingestuurd worden. Op zaterdagavond 14 september verzorgt Hotel Asteria in samenwerking met de artiesten van Theater op Bezoek een dinnershow. Een combinatie van muziek, theater en een viergangen diner uit de Limburgse keuken. Een avondje uit voor iedereen. Naast deze avond zal op zaterdag 12 oktober en zaterdag 9 november ook een dinnershow georganiseerd worden. De Comedy Night is een avond stand-up in zijn puurste vorm. Hilarisch, messcherp, goddroog, inventief, vreemd. Een muzikale twist, maar altijd grappig. Dat is waar stand-up om draait, de grap. De Comedy Night is een ongedwongen avond met een drankje binnen handbereik, een ceremoniemeester en de beste stand-uppers van Nederlandse en Vlaamse bodem. Dan staat ze op en wil ze touwtje springen. En zonder jas naar buiten in de zon. En soms begint ze plotseling te zingen. Dat er gedanst wordt op de brug van Avignon. Er is weer muziek te beluisteren en beleven in het centrum van Venraai op zaterdagmiddag 7 september. U zult op diverse plaatsen rondtrekkend Chapieter ontmoeten. Zeker de moeite waard om even bij hen te blijven luisteren. Van haar man, haar lieve man, die veel te vroeg was doodgegaan.